De perspectiefnota is een logisch uitvloeisel van de nota's Visie Ede 2025, het convenant 2014-2018 en de programmabegroting. De bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid leiden tot verminderde bijdragen uit het gemeentefonds van 10 miljoen euro, die in de perspectiefnota met concrete maatregelen worden gerealiseerd. 5 miljoen bezuinigen daarvan op de gemeentelijke organisatie, dus minder mensen in dienst met name. En het andere deel, dat moeten we op beleid. Dus dan moeten we echt gaan schrappen in wat we doen. En daar hebben we het traject medemaken ook voor opgericht. Om te zorgen dat we daar die 5 miljoen uit kunnen bezuinigen. Ja, kijk, het doel van medemaken was vooral om te kijken hoe we inwoners kunnen betrekken bij het bedenken van die bezuinigingsideeën. Omdat wij vanuit het gemeentehuis dat kunnen bedenken. Maar wij denken dat mensen dat zelf veel beter kunnen. Het doel was niet om daar heel Ede bij te betrekken, maar vooral om de creativiteit van bewoners daarin te benutten. Ook de decentralisaties vanuit de Rijksoverheid hebben invloed op de financiën. En daarnaast hebben we nog een forse bezuiniging die meekomt vanuit alle taken die we van het Rijk moeten gaan doen. Dus eigenlijk alle zorgtaken. De gedachte bij de decentralisatie is dat de gemeente dit goedkoper kan. Maar wat als het niet lukt? Daarom hebben we nu ook gezegd, we willen ieder jaar 2,5 miljoen apart reserveren voor het geval dat niet mocht lukken. Dus willen we met elkaar Ede net zo mooi laten zijn als het nu is, met minder geld, ja, dan zullen we daar ook allemaal een steentje aan moeten bijdragen. De nieuwe precariobelasting op leidingen en kabels leidt voor de burger niet tot een kostenverhoging. Veel gemeenten heffen deze al bij landelijk opererende organisaties als Nuon en zijn dus al verwerkt in de tarieven. En daar betalen wij nu als Edenaren aan mee. Dus eigenlijk vinden we dat het nu ook wel eens tijd wordt dat de Edense inwoners daar ook van gaan profiteren. En gaan wij die belasting nu dus ook heffen aan die organisaties. De enige verzwaring die er dan dus nog in zit is een verhoging van de parkeervergunningen. Daar trekken we het omhoog naar een tarief wat eigenlijk gebruikelijk is ook in andere gemeenten. Er is ook sprake van een fonds Impuls Ede. Ja, het fonds hebben we in het leven geroepen omdat we het belangrijk vinden om te blijven investeren in Ede. Het is heel belangrijk dat Ede ook economisch het goed blijft doen. Want de werkgelegenheid, ja, dat moet minstens blijven wat het is. Het liefst willen we natuurlijk banen erbij. Met de voorgestelde maatregelen denkt men eventuele problemen te kunnen opvangen. Wij hebben dat extra budget elk jaar voor het sociaal domein gereserveerd om als er dingen tegenvallen daarop te kunnen inspelen. De perspectiefnota moet nog vastgesteld worden. Dat zal begin juli zijn. Dan gaan ze er eerst over discussiëren en een week later wordt die als het goed is vastgesteld. Al dan niet gewijzigd natuurlijk, want het is altijd uiteindelijk het laatste woord aan de gemeenteraad.